Sinds een paar jaar is er een kleine verandering gekomen in hoe er wordt omgegaan op het Centraal Examen Natuurkunde met significantie. En in deze korte video laat ik je zien wat de verschillen zijn. En om dat te doen eh, ga ik eerst eventjes een uh, rekenvraag presenteren. En die gaat uh, over een uh, neutronenster. Dat is een speciaal soort ster. Die heeft een straal van 10 km en een massa die 2,17 keer zo zwaar is als de massa van de zon. En de vraag wordt. Bereken de dichtheid van deze neutronenster. Ik ga niet in detail in op de berekening, want daar gaat deze video niet over. Maar voor dichtheid geldt natuurlijk altijd dat die gelijk is aan massa gedeeld door volume, en die kan ik uitrekenen op deze manier. En dan krijg ik als antwoord 1,0353 x 10 tot de macht 18 kilogram per kubieke meter. De vraag is nu: ja, hoe schrijf ik dat nou netjes op als ik mijn eindantwoord opschrijf op het centraal examen? Hoe ga ik om met significantie? En daar zijn vier opties in, en die wil ik alle vier even kort laten zien. Optie 1 is dat er in de hele vraag niets wordt gezegd over significantie. Nou, als dat zo is, dan wordt er ook niet beoordeeld op significantie bij jouw eindantwoord. Oftewel, je mag het zelf kiezen. Ik heb hier zelf gekozen voor uh, drie cijfers significant. Let er wel op dat je goed blijft afronden, want dat telt natuurlijk altijd wel mee als je fout afrondt. Kost je dat een punt. Um, maar of je de, je antwoord nu uh, in deze situatie in drie cijfers opschrijft, in twee cijfers of zoals daar boven staat, in vijf cijfers, maakt niets uit voor je beoordeling. Optie 2 is dat uh, er bij de vraag iets staat als: noteer het antwoord in te, twee significante cijfers. Op het moment dat dat gevraagd wordt, geëist wordt, dan moet je dus ook je antwoord opschrijven in twee significante cijfers. Doe je dat verkeerd, dan kost je dat een punt. Dus in deze situatie zou het antwoord moeten zijn ROES 1,0 x 10 tot macht 8 kilogram per kubieke meter. Optie 3 is misschien wel de lastigste optie, want dan staat er noteer het antwoord in het juiste aantal significante cijfers. En wat er dan van jou gevraagd wordt, is dat je goed kijkt naar de situatie... En de rekenregels voor significantie toepast. En in deze situatie zijn we aan het vermenigvuldigen en aan het delen. Ik heb eigenlijk drie, als het ware, meetwaarden die ik gebruik, dat is die 2,17, 1,998 en die 10. En wat zegt dan de rekenregel? De meetwaarde met het minst aantal significante cijfers, en dat is hier dus 10, twee significante cijfers, die bepaalt ook. Het aantal significante cijfers in mijn antwoord. Dus mijn antwoord moet er ook twee hebben. En dan wordt je antwoord dus 1, 0, 1,0 x 10 18 kilo, kilogram per kubieke meter. Omdat je hier ook echt zelf iets moet doen, krijg je in dit soort situaties, als er staat, noteer het antwoord in het juiste aantal significante cijfers, altijd een, punt, een scorepunt wanneer je je antwoord opschrijft in het juiste aantal significante cijfers. Ook al is je antwoord niet goed. De vierde situatie. Is wanneer er het volgende staat, geef de orde grootte. En wat men dan van jou verwacht is dat jij je antwoord geeft, maar dan afgerond op een 10 tot de macht. En nu is uh, toevallig het antwoord wat, uh, wat uh, er staat al heel dicht in de buurt van een 10 tot de macht, namelijk 10 tot de macht 18. Dus dan zou je in situatie 4 uh, moeten noteren: de dichtheid is 10 tot de macht 18 kg per kubieke meter. Dus hoe zit het met significantie op het Centraal Examen? Vooral goed lezen.